denk ik dat we met name kunnen kijken naar de plannen die wij in de kerkdorpen hebben gemaakt voor de leefbaarheid. Holland-Boskant en Nijnsel. Ik zie daar ook de vertegenwoordigers van de dorpsraad staan. En ik denk dat ook daar eigenlijk aangetoond wordt dat het meedoen aan die leefbaarheidsplannen, dat tot heel veel mooie successen leidt. Mooiste resultaat, denk ik, ook tot nog toe het duurste, moet ik eerlijk gezegd bekennen, is natuurlijk de multifunctionele accommodatie, de Loper. Ook de plannen rondom het Ritaplein de Boskant, Frans, ik zal het niet vergeten om dat ook te noemen. En ook in het centrum van Nijnsel wordt zeer zeker niet vergeten. Eind juni besloot de gemeenteraad tot een bestuurlijke fusie met Schijndel en een derde partner. En eind november besloot de gemeenteraad unaniem om ook hierbij Veghel te betrekken. En wij denken, wij vinden als drie gemeentes in ieder geval dat een gemeente van deze omvang nodig is. Met meedoen kom ik ook aan het woord van 2013 volgens het genootschap Onze Taal. Participatie in de samenleving. Een samenleving waarin mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en omgeving. Dat is de definitie. We zetten er samen de schouders onder. Voor iedereen is er wel iets dat past. Wat er in de huidige tijdsgeest wel veranderd is, is dat de overheid een andere rol krijgt. In plaats van u vraagt wij draaien, bekend motto, vraagt men aan u als inwoner om weer zelf aan de knoppen te gaan zitten. Een beroep doen op de overheid kan pas als het echt niet anders kan. In de vergadering van december heeft de gemeenteraad nog een belangrijk besluit voor de toekomst genomen. Gemeenten in de Vijf Sterrenregio roepen samen met het onderwijs en de ondernemers een fonds in het leven. Samen werken zij aan de agri-foodambitie. Dat betekent veel nieuwe kansen, zoals de kans op duurzame ontwikkelingen en innovaties op toplocaties. Dames en heren, dit jaar zijn er op 19 maart weer gemeenteraadsverkiezingen. Mogelijk 11 van de 17 raadsleden zullen niet terugkomen. Dit maakt de gemeenteraadsverkiezing in onze gemeente extra belangrijk. U kunt kiezen uit 4, mogelijk 5 partijen, dat is niet helemaal zeker, die hun lijsten en verkiezingsprogramma's al bijna klaar hebben. Het wordt een hele energieke periode, raadsperiode die we ingaan. En ik wens u in ieder geval ook namens de partners in ieder geval nog allemaal een gezond en gelukkig nieuwjaar toe. En ik ga ervan uit dat u gewoon komend jaar gewoon meedoet. Dank u wel.